Eerst even het menselijke, hoe is het met Bart Nieuwkoop? Kun je er iets van zeggen? Nou, ik, ik zag hem na de wedstrijd met een grote tulband om zijn hoofd. Maar hij liep wel weer gewoon zelfstandig. En ik begreep van de dokter dat hij een flinke snee in zijn wenkbrauw had. Ja, dat is natuurlijk niet prettig, maar uh, hij is wel gewoon aanspreekbaar. Het uh, leek wel erop dat het daarna bij jullie uh, meteen ook iets beter ging lopen. Met, met Geertruiden vanaf die kant, of zie ik dan verbanden die er niet zijn? Dat zou de meest simpele conclusie zijn. En als je er wat concreter naar kijkt, zie je dat we met twee controleurs gingen spelen. Met Mats Wiever en uh, Rami Seruki naast elkaar. Omdat zij anders druk gingen zetten dan ze uh, de afgelopen wedstrijden dus eigenlijk altijd doen. Dus de buitenspelers speelden veel meer naar binnen. Um, en dat was natuurlijk op het moment dat Bart op de grond lag, ook een goede aanleiding voor ons om dat even iets aan te passen. En vanaf dat moment, maar dat zei ik net ook al, heb ik nog nooit een uitpubliek zoveel zo horen fluiten. Uh, in een wedstrijd waar ik uh, bij betrokken ben geweest. Toch verlies je hem? Is het dan ook alweer een dure les dat ja, op dit niveau zelfs één kans kan beslissend zijn? Ja, zeker. Hey, uh, we weten dat het op het temperamentele niveau gaat om het niet weggeven van kansen. Uh, en dat hebben we uitstekend gedaan, want ze hebben één schot op goal gehad, wat ik net al zei. En daarnaast denk ik ook uh, tot de 90ste minuut toen ze er nog één keer vanuit de counter uh, uitkwamen. Na hun, na hun goal hebben ze echt geen één kans meer gehad. Op expected goal gewoon een vlakke lijn uh, het hele stuk door. Um, dus ja, dat is uitstekend. Alleen, er um, is ja, dus weer te weinig voor een overwinning. En, um, en dat is hartstikke vervelend. Uh, want ja, ik vind dat die jongens op basis van hoe ze zich hier vandaag weer gepresenteerd hebben meer hadden verdiend. Alleen als je verliest... Want ik zat net eventjes uh, 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 wat, uh, wat te lezen. Maar ik zag cijfers voorbij komen die die jongens kregen. Ja dat is echt totaal tegenovergestelde van mijn gevoel bij wat ik vind wat ze verdienen op basis van hoe ze vandaag gespeeld hebben. Maar over het algemeen, als je verliest en ook niet ontelbaar kansen hebt uh, gecreëerd, dan is er een negatieve perceptie. Hoe kijk je naar uh, jullie kansen in deze groep? Want je hebt wel. Ondanks de twee nederlagen in uitwedstrijden, alles nog steeds in eigen hand. Hè? Ja, maar die zijn natuurlijk. Uh, we hebben vandaag al een flinke knauw gekregen. Daar kunnen we wel uh, eerlijk over zijn. Wat niet wil zeggen dat we kansloos zijn. Want we spelen nog twee wedstrijden waar nog zes punten te verdelen zijn. Maar je gaat van plek één naar plek drie. Dus dat is niet fijn. Maar wat ik zie, uh, en dat, dat is volgens mij het enige wat ik van die jongens kan verwachten. Want dat is ook onze manier om tot eventueel succes te komen. Is dat we vier keer Champions League gespeeld hebben. Champions League voor Feyenoord met spelers die allemaal van een lager niveau komen dan uh, wat wij zijn. Hey, jongens van Twente van Excelsior, van Slavia Praag, nou ja, noem het allemaal maar op. En daar domineren wij vier keer mee in het Champions League niveau met zes punten. En dan denk ik dat we niet hebben gekregen waar we recht op hebben. Ja. Ten slotte over komende zondag AZ thuis. Uh, is dan een wedstrijd die eigenlijk in deze fase beslissend is om te bepalen, kun je nog omhoog blijven kijken. Nou, niet eens zozeer of je omhoog kan. Ja, dat uiteraard ook. Maar in eerste instantie is het beslissend of je over uitzet heen kan gaan, ja of nee. En uh, ik heb al gezegd, uh, iedereen kijkt heel erg naar PSV. En dat snap ik wel, omdat we vorig jaar kampioen zijn geworden. Maar uh, daar, staan, daar stonden tot voor het weekend ook nog twee ploegen tussen. En ik denk nu dat we op doel zullen boven 20 staan of zo. En uh, eigenlijk staan we met z'n drieën gelijk. Dus uh, dat is de eerste horde die we moeten nemen. En als dat. Gaat lukken. Als we die achter ons kunnen laten, kunnen we dan eens gaan kijken naar een ploeg die daar nog boven ons staat. Maar als je tegen een ploeg moet concurreren die elf wedstrijden op rij gewonnen heeft en wij hebben toch al zeven verliespunten, dan, dan geven we dat zeker niet op voor de goede orde. Uh, want PSV begon vier wedstrijden voor het einde vorig jaar, dachten ze nog kans te hebben toen ze zeven punten op ons achter stonden. Uh, maar tegelijkertijd uh, moeten wij eerst nog over Twente naar zitten.